goedenavond. Goedenavond. En wat hebben we hier? Een geweldig mooi trio, dacht ik toch wel even. Hè? En de hele zaal verbaasd, hè? Zeker. Er zijn prijzen gezet op namen die genoemd werden, maar onze Daan zat er niet bij, hè? Nee, hè? Maar dan zeggen wij al Daan. Oh, kijk. Laten we zal het voorstellen wie het is. Natuurlijk in. Oh, kijk, u bent. Prins Duimpje de Voorste. Duimpje de Voorste. Ja. Hoezo Duimpje de Voorste? Verkleiningsnaam van Daan. Verzoek aan mijn opa. En nieuw in het tijd van de carnaval. En ik vind het heel spannend, maar ontzettend genoten en hartstikke mooi. Ja, super. Echt super. Ja. Oh, nou, hartstikke mooi natuurlijk. Hè? Ja. Het is helemaal eigenlijk voorgeschreven in de carnaval. Hè? Dat klopt. Laat hem komen. Maar hij heeft wel een voorgeschreven, dus dat gek doen. Met gek doen zeker. Met carnaval moet je je voorstellen, er stond eerst achter de bar. Of bij Broodje de Hans destijds, of bij het Hoekje. En de laatste jaren bij Domino. Tot 3 jaar geleden hebben we dan met de jongens nog, met oud personeel waar ik ook voor gewerkt heb, nog een keer de Domino open gedaan. Ja, de rijen stonden er aan het gemeentehuis en er was gewoon één prachtig feest. Ja. Eerbetoon aan Mieke en Gerard, waar ik weer heel veel respect voor heb. Heel veel van geleerd heb in mijn moeilijke jaren. En ja, dat is een heel mooi feest geweest. Ja, absoluut. Nou, kijk dan. Maar dan hebben we nog 2 wonderschone dames. En daar zijn wij blij van. Ze hebben op het podium, hebben ze ons een beetje in de war gebracht. Over A en B. We zijn eerst begonnen met B en A. En was weer A. Maar wie is nou A? Ze zit nog weer verkeerd nummer. Nee, want zo is A begint daar. En ik ben A. Dat is hartstikke. Zo is dat niet goed. Ja. Nee. Heb ik het nou weer mis? Zo in de warmte. Ja, dat klopt. Ja, en wie bent u? Ik ben Angelo Kaan. En eigenlijk Amber. Eigenlijk Amber. Ja, Amber. Ja, naar A. En wat doe je verder in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik als risico- en contractadviseur. En dochter van de overheid. Ja, dochter van? Ja. Hey, nou zijn alle stappen in het bedrijf. Dat is de voetbal. Maar zou je dan binnen ook een dochter zijn? Ik heb geen idee, dan gaan we vragen en erachter komen. Nee, hè? Misschien een bonus dan. Hij begint wel te lachen. Ja, altijd. Ik weet van niks. Nee, daar was je ook niet bij. Maar Adjudant B is een bekend gezicht, hè? Klopt. Voor een hoerenappen wel. Ja. Maar voor de rest? Ooit getrouwd geweest met Theo. En ook dezelfde dag weer gescheiden. Direct regel, hè? Ja. Maar stel jezelf even voor voor de mensen. Ja, voor de mensen. Mijn naam is Adjudant B dit jaar. Vandaag op TV heet ik Birgit. Werkzaam bij Bakker Don in Zuid. Ja, we kennen elkaar van Pekvriendjes. Dus je één vriendjes. De Pekvriendjes zit diep in het hart. Zeker weten. Ja, wel mee opgegroeid, maar minder van het team. Maar er waren vandaag mensen wel verbaasd. Ja, tot jij ook. Je hebt mensen voor de gek gehouden hier. Jij ook. Ja, zelfs toch het toneelstukje dat we toch deze avond naar Pek Zwolle zijn gegaan. We gaan voor de wedstrijd altijd naar Oeleburg. Doen we donatie in de pot en dan komen de kippertjes, een speklappertje en een lekker hapje eten erbij en een paar van die gele rakkers. En ja, ik moest van horen zeggen dat er wat twijfel was, dat mijn naam daar wel gevallen was. Ik ga gewoon heen. Waarschijnlijk daar niks, dat kan niet, want je moet toch vanavond dan optreden. Ja. En toch naar Pek Zwolle. Slechte uitslag, helaas. We gaan ook op betere tijden natuurlijk. En na de wedstrijd een biertje kwam de supporters op. En toen terug met deze avond. En we zijn allemaal op de fiets op deze kant. Op de fiets. Was zeker. U staat bekend als verschilder op de fiets. De fiets in de Schelderbosbol. Ja, dat klopt. Ja, vaak in de krant meegehaald. Magazine met vaktechnisch bladen van Wijzel onder andere. En ja, dat doe ik met veel plezier. Fietsen zijn gewoon een dingetje voor mij. Dat hoop ik alleen, hè. Je wil dus ook van de naam doen, hè. Dan stond je ook nog wat van buren. Van al die reclame naam. Ja, maar niks, denk ik. Nee, hè. Dat lukt toch allemaal niet, hè. Ik denk dat daar zijn, weet je wat is, jullie kregen gewoon een busje blauwe verf. Ja, maar dat is niet. Dat is kleur niet, bro. Dus je hebt dit jaar roze, hè. Dit jaar roze. Ja, maar hij is nog geen vriend van, hè. Nee. Maar dat kent hij denk ik ook nog niet. Oh,
hij kijkt wel Sasko TV dan. Ik heb gisteren voor het eerst gehoord over Sasko TV, zeg ik heel eerlijk. Voor het eerst? Ja, sorry. Maar ik wil zeker... Hier. Alsjeblieft. Ja, ik ga hier zeker reclame voor maken. Ik heb daar Gert over gesproken. Zeg goed. Ja. Wie is het voor? Gert. Gert. Ja, we hebben een Gert A en een Gert B. Ik zou niet weten welke Gert dat is, maar één van de oude grootvorsten. Had een bril op? Grootvorsten van de Oerpappers. Had een bril op? Gert B. Ja, maar hebben ze allebei, hè? Ze hebben ze allebei, ja, dat klopt. Hij is met allebei grootvorsten. Hij zit in de schoonmaak van urine en ontlastingleidingen. Urine en schoonmaak? Dat werk doe ik niet, dus... Nee, we kennen ze wel. Ja. Dus, maar in ieder geval, er zit dus altijd een actie op. En dat gebeurt nog voor ons. Hè? En dat betekent een tientje bij ons vriendje. Goed. En ik geef van die grote medaille. Oké, okay. Dat is super groot. Zoek dan. Ik weet misschien dat Riff van Romslanders hem wel op. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk, Gert! Gert! In de tas. Ze liggen in de tas. We gaan het zo regelen, hoogheid. Kom voor elkaar. Dan word ik een vriendje van tientje van Sassendonk TV. Kijk! Dat is de eerste hoogheid die erbij is. Oh nee, Danny was een vuur. Ja. Volgens mij heeft ze dezelfde kleren gemaakt. Oh, volgens mij wel, hè? Misschien wel, ja. Ja. Danny ziet er fantastisch uit. Ik ben heel trots dat hij ja, een hoogheid is. Goedemorgen! Goedemorgen. Trots eruit. Nee, jij weer met een pakketje. Doei. Ja, maar de pakken lijken een beetje op elkaar. Dat geeft niet. We maken samen het carnaval. Dus dat geeft alleen maar een vervoering aan. Ja, zo is het. Ja. Ja. Morgen foto's maken. Morgen foto's maken. Kleine kennismaking. Eerst morgen nog de rommel opruimen. En dan En dan moet u ook zelf doen, de rommel opruimen. Ja, gaan we doen. Dat heb je ook zelf gemaakt. Ja, toch. Al door als ik die blonde. Ik heb het wel goed. Ja. Nou, was er weer Hans. Je weet weer gewonnen. En zit er al scoops tussen? Een zeer betrouwbare roem, kan ik zeggen. Het is een muiter. Het is een muiter. Zie dagen ben ik niet meer wel, dus wie hebt wat. Ze bent aan elkaar omhoog, toch? Die drie, ja. Danny en de hoogheid Danny. Ja, dat denk ik. Het zal aan de kleur van het pak liggen. Ja, maar dat moet uitkomen. Allebei even knap. Ja, die uitstraling. Ja. Super. Ik denk dat het genoeg is geweest. Ik ben nou persoonlijk, hè? Mag ik nou vriendelijk voor de interview? Ja, ik wil ook. Ik ben heel best met Sassendonk TV. Gewoon naar www.sassendonktv.nl. Helemaal een paar meter in de lucht. Maar nou heb je dat afgeven. Thank you.